Hebt u altijd al dat stukje groen willen kopen bij u voor de deur? De gemeente gaat deze zogenaamde reststroken nu verkopen tegen een sterk gereduceerd tarief. Het college heeft besloten om de grondprijzen eenmalig voor dit jaar te verlagen met 50%. We willen daarbij de burger een gelegenheid stellen om tegen een aantrekkelijke prijs zijn tuin mogelijk uit te breiden. De prijzen variëren dit jaar van €32,50 tot €103 per vierkante meter. De ligging van de woning is een onderdeel van de berekening van de prijs. Er zijn een aantal voorwaarden en criteria waaraan u moet voldoen. Als u een stukje grond wil kopen van de gemeente, dan dient u om te beginnen eigenaar te zijn van het aangrenzende stukje tuin. Wij verkopen niet aan huurders, die kunnen enkel huren. We hebben zelf enkele criteria. De eerste plaats dat u eigenaar bent. Ten tweede wordt er gekeken of er kamers en leidingen in de grond zitten. Ten derde wordt er gekeken naar diverse andere aspecten die dan samen tot één advies leiden. En als daar groen licht uit naar voren komt, dan kunt u het stukje kopen. Er zijn al meer dan 100 aanvragen binnengekomen. Het vraagt dan ook enige tijd voordat alles is afgehandeld. Wij ontvangen veel verzoeken van de burgers. Dat kan per mail en dat kan ook via een digitaal formulier te vinden op de site. Daarna wordt die informatie die wordt verzameld. Dat wordt in een werkgroep gebracht en daaruit volgt een gezamenlijk advies. En als er groen licht uitkomt, dan krijgt u van ons bericht van tegen die en die prijs kunt u dat stukje grond kopen. We hebben enige tijd nodig om de volledige aanvraag in behandeling te nemen van A tot Z. En daar zullen een kleine 2 maanden overheen gaan.